Lekker weer, strak blauwe lucht, lang meer rad. Dat wordt leuk. Ziet er nou goed uit, positief. Leuke vlucht. De reis, ja, die was goed hoor. Ik heb helaas nog niet kunnen slapen, maar dat maakt verder niet uit. Heel veel pizza eten. Veel zon, sowieso. Vooral het weer doet het hem. Beter dan Nederland. Wolk achtergelaten, lekker zonnetje. Perfect. Vliegen ging volgens verwachting, geen vertraging. En we gaan er met z'n allen een geweldige week van maken, toch? We staan nog even te wachten op de transfer die ons zo komt halen. En dan gaan we op naar het hotel. En ik denk dat we met z'n allen eerst eens even lekker op het strand gaan liggen. Het weer lijkt goed, dus willen we nog meer. Dus dat komt allemaal goed. We hebben een top begeleider, dus het moet goed komen. Absoluut. Het kan niet zo zijn dat we aan het eind van de avond nog mensen hebben die niet slapen kunnen. Dus, ja. Komt helemaal goed. We worden net wakker van mijn vliegreis. Vliegreis net overleefd. Het is 1:15 'smiddags. Dit is gewoon overleven. Lekker op het terras gezeten, balkonnetje. Ja, gek joh. Dik voor elkaar. Ja, dat is alles. Ja. Heerlijk lekker aan het straf liggen? Nou, jullie zijn hier zon, zee, strand. Ja, lekker. Lekker druk in de bus. Nou, ze hebben laat nog veel luxe de bus in ieder geval. Als hier ook. We gaan even kijken wat we allemaal kunnen doen in Rimini. Dus, we gaan even genieten. Een christelijke reis, ik denk omdat het belangrijk is om samen met andere christenen op vakantie te gaan. Maar de meerwaarde van deze jongerenreis is toch wel dat je met elkaar gewoon een moment van stilte hebt. Een moment van bezinning, bijbellezen, dus echt de dagsluiting ook. Lia antwoorden. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Al zitten binnengroep natuurlijk ook verschillende opvattingen van meningen. Maar het zijn wel mensen die allemaal kiezen voor een christelijke reis en dat ook met dat doel doen. De optie is er om uit te gaan en je wordt met bussen gebracht en weer teruggebracht. Dus het is super veilig. Ik vind het heel belangrijk om God mee te nemen op vakantie. En ook, ik vind het ook heel erg leuk om alle verschillende geloven samen te zien komen op zo'n reis. Denk je eigen overtuiging is, wil je dat ook op vakantie met andere mensen delen en ook juist met jongeren. Is dat heel mooi als je dat op deze manier kan doen. Als enige overgebleven. En nu? Het stelt vooral mijn ouders een beetje gerust. En op zich. Ik ben ook een christelijke jongen. Ja, toch eens een keer andere mensen leren kennen. Het is fijn om met mensen met dezelfde achtergrond van gedachten te wisselen. Nou, omdat je dan weet dat je met een categorie mensen meegaat die in ieder geval raakvlakken met je hebben. Het is toch wel je dagelijks leven bezighoudt. Dus het lijkt me dan ook logisch dat je dan met zo'n organisatie meegaat. Weinig doen, gewoon genieten. Vandaag lekker weer gehad. Gewoon super gezellig. Deze uit, beter krijgen we. Mooi, makkelijk, alles georganiseerd en goede organisatie. Lekker aan het ijs. Beter krijgen. Beter kan niet in Rimini. Rimini de beste. We zijn naar Aquafair geweest, waterpark. Hoe was dat? Heel leuk. Ja. Alleen wel aardig moe nou. Ja, ja. De reisleider heeft tot een luie kont gelegen, ook in Aquafan. Dus ik ben helemaal weggesmolten daar, maar het was wel even lekker. Lekker op het strand gelegen hier.
Een beetje boekje gelezen, een beetje zwemmen. Super. Hetzelfde. Ook lekker op het strand gezeten. Biertje drinken en eten. En even zwemmen. En dan nemen we er nog een. Voor beter uit verzorg ik de excursies. Bol bijgemaakt en dat is deze leeuw. Goed onthouden wat ik verteld heb. Hij is thuis ook weer blij. Dan staat hij vol met stoeltjes. Dan heb je de mooiste concertzaal. Het gaat gewoon erg leuk. Groepsreizen. Het is heel gezellig. Niet speciaal wat christelijk is, maar we zijn wel heel erg leuke groepen altijd. Ja, San Marino, zoals ik zei, dat is belastingvrij shoppen. Dat vinden ze allemaal geweldig. Flink shoppen. Dames, jongens, het is ongelooflijk. Maar ook korting hier, hè? Dus het scheelt weer. Daarnaast Venetië moet je een keer gezien hebben, dus komt ook iedereen op af. Met een bootje als relax cruise de Adriatische Zee op. Werkt ook altijd heel erg goed. Ja, helemaal geweldig. Het was wel een super vakantie. We hadden heerlijk weer en het was gewoon heel gezellig. Het was echt fantastisch, zeg maar. Echt heel cool. Het is vet wel een vakantie gehad, maar ik ben wel een beetje op.